Goedemiddag, welkom vanuit het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. Het is hier guur, fris en er staat flink veel wind. Het stadion zo goed als uitverkocht. Want Ajax is dus op bezoek in het zuiden van Limburg. De spelers staan inmiddels in de catacomben van dit stadion. Beide ploegen dus kwartfinalist in het bekertoernooi. Roda verraste tegen Vitesse. Ajax won van IJsselmeervogels. Roda dat in die kwartfinale dus gekoppeld is aan AZ. En Ajax speelt thuis tegen Feyenoord. Gaat Ajax naar de koppositie? Dan moet het winnen van de mannen van deze Rick Plum. Zo goed gespeeld tegen Vitesse. En zo verdiend gewonnen in het bekertoernooi. Ook hier in Kerkrade inmiddels vuurwerk. U zag de scheidsrechter Bas Nijhuis. Helskabaal hier in het stadion. En daar als allerlaatste komt Frank de Boer, die zo gevleid was door de interesse van Tottenham Hotspur. De opstelling van Roda JC met Kurto onder de lat. Dat zijn dezelfde 11 spelers als in die bekerwedstrijd tegen Vitesse. Met opnieuw dus Bonaventia centraal achterin en Luiks op de bank. Dijkhuizen had last van een lichte hersenschudding na de wedstrijd tegen Vitesse. Maar kan starten. Datzelfde geldt voor Kali. Die had wat liesklachten. Voorin Hupperts en Paulussen op de flanken. En Christian Nemeth is de topscorer en de spits van Roda JC. Fledeer is nog altijd niet beschikbaar. Liesblessure. En ook Frank de Moesje kan niet in actie komen voor Roda JC. Blessure aan zijn teen. Dan de opstelling van Ajax. 4 wijzigingen ten opzichte van IJsselmeervogels. Sillessen keert terug onder de lat. Van Rijn speelt als rechtsback. Tegen IJsselmeervogels speelde Lijon. En in de voorhoede zien we Schöne op de plek van Bojan en Sigthorsson in de spits. Dat betekent dat Hoessen op de bank zit. Veldman start dus gewoon centraal achterin. Had wat last van zijn voet. Maar is beschikbaar voor Frank de Boer. Voor het duo daar, Plum en Vrede, ook meteen de laatste eredivisiewedstrijd bij Roda. Want na de winterstop zijn zij gewoon weer assistenten. Roda wil voor 5 januari, als het op trainingskamp gaat naar Malaga, een nieuwe trainer presenteren. Vorig seizoen was het moeizaam voor Ajax hier in Kerkrade. Stond er tot 10 minuten voor tijd met 1-0 achter, maar won het uiteindelijk met 2-1 winnende doelpunt van Lasse Schöne. Scheidsrechter Bas Nijhuis wacht nog even op het signaal van af de zijkant.